kom oorspronkelijk uit de advocatengezin. Mijn vader had altijd natuurlijk het liefst gewenst dat ik rechten ging studeren en uiteindelijk zijn advocatuur zou overnemen. Maar ja, ik hou van de horeca, ik hou van de hotellerie en dat is gewoon voor mij mijn ding. Het is een heel dynamisch vak. Je bent motivator naar je personeel. Je bent gastvrouw, soms ben je technische dienst. Je bent degene die let op alle details. Eigenlijk is er is gewoon geen dag hetzelfde. Het is gewoon één groot toneel van actie en reactie. We hebben een visie gecreëerd met elkaar. Het is niet alleen ik, dat doe ik met mijn team. De motivatie hier is dat we ook daarin mensen de kans geven om mee te denken. En niet alleen maar Avegoor van oké, Avegoor is wat Madeline bedenkt. Nee, Avegoor is voor de medewerkers. Is wat zij willen. Is wat zij willen creëren, kunnen ze waarmaken. Medewerker mag hier zeg maar echt zichzelf zijn. Je mag een artiest zijn als die wil of als zij wil. Als je op zoek bent naar dynamiek, als je de mensen wil raken, als je mensen wil inspireren, dan is de horeca een hele mooie plek. Het is eigenlijk een heel groot toneel waarop je speelt en je publiek is altijd anders. Als je op het podium staat, dan komt het publiek voor jou. Alleen de dienstverlening is, jij bent er voor het publiek. En die rol, als je je daarin goed voelt en als je daar blij van wordt, dan is in mijn ogen is de hotellerie, de horeca, is the place to be.